zou ze het liefst allemaal een fragment uit het verhaal laten voorlezen. Dat spreekt voor zich, maar normaal, dat kan niet. Het is een mooie, monumentale ruimte in een van de weinige nog oude gerechtsgebouwen van ons land. De gedachten van de raadsman dwalen af naar andere strafprocessen die hij hier in Leeuwarden... Zakenman werd vermoord in zijn slaapkamer en zijn vrouw lag daarnaast te slapen en zou niets hebben gemerkt. Maar dit is een juryproces in België, dus waar rechters ook bij zitten, maar waarbij we tijdens het proces er ook achter kwamen dat haar advocaat een relatie had met haar. Het gaat om een echtpaar waarbij op een zaterdagavond 5 gewapende mannen binnendrongen. De man verklaart direct nadat de politie te plaatsen is dat hij met een wapen op de 5 overvallers heeft geschoten, van het een ontbleef kwam, de ander zwaar gewond achterbleef. De andere overvallers zijn vertrokken. En weken later worden de verklaring afgelegd, onder andere door de overvallers die inmiddels zijn gearresteerd al, dat de vrouw had geschoten. Dat in veel rechtszaken die op dit strafproces volgen, zouden de verdediging op deze zaak ook kunnen doen. En inmiddels is dat ook in andere zaken gebeurd, dus voor de ontkennende verdachte is er daardoor weer extra hoop gecreëerd. Dank u wel. Bocht macaroni. Hier mis hoor een poverheid, de Sinterklaas is in de net. Hier mis hoor een poverheid, de Sinterklaas is in de net. En de rijm jij kan zo niet, maar een sopje te die macaroni. Het ziet er mooi uit en het heeft een schitterende stem. Dankjewel.